Het hart van Rotterdam groeit in een overweldigend tempo. En met die reusachtige groei neemt het verkeer in het centrum naar evenredigheid toe. Door de Maastunnel beweegt zich dagelijks een stroom van meer dan 60.000 motorvoertuigen. En ook de bruggen over de Maas kunnen het verkeer nauwelijks meer verwerken. Om een toekomstige chaos in de binnenstad te voorkomen, is men enige maanden geleden begonnen met de bouw van een ondergrondse spoorweg, de Rotterdamse metro. Tegenover het Centraal Station aan het Weena zijn draglines bezig de bouwput voor het ondergrondse hoofdstation verder uit te diepen. Van dit punt uit zal de spoorweg ombuigen naar de Koolsingel, waar twee stations zijn ontworpen. Ook hier heeft men reeds een aanvang gemaakt met de bouw. Wie het traject van de metro verder volgt, komt aan de Leuvenhaven, waar een zeer grote activiteit heerst. Men is ook daar begonnen met de bouw van een station. Het laatste voordat de metro onder de Maas zal duiken. Op deze plaats is men reeds bezig met het heien van de betonnen palen waarop de fundering van de ondergrondse zal komen te rusten. Hier aan de Leuvenhaven is zelfs reeds een deel van de fundering voor de spoorbaan en het station gereed. Om de plannen voor de ondergrondse beter te kunnen uitwerken, heeft men in een verlaten fabriekscomplex twee houten proefstations op ware grootte gebouwd. Op grond van de proeven die hier worden genomen, kan men een definitieve keuze maken. Ten slotte is men op de Rechtermaasoever ook begonnen met het heien van de damwand voor de bouwput waarin het tunnelgedeelte gebouwd zal worden. Dat moet aansluiten op de segmenten die in de rivier worden afgezonken. Aan de overkant van de Maas bemerkt Rotterdam nog niet veel van de komst van zijn metro. Behalve dan dat daar een immens bouwdok in aanleg is. Hierin zullen de tunnelsegmenten geconstrueerd worden die bestemd zijn voor het gedeelte onder de Maas. Als de tunnelstukken gereed zijn, zal men water in het dok toelaten, zodat ze gaan drijven, waarna men ze over de rivier naar hun plaats zal brengen en afzinken. Maar dan zijn we alweer een paar jaar verder.